We zijn deze week op reportage in Costa Rica en ik heb natuurlijk ook iets nieuws meegenomen. Het trimfest van Aqualung, de Outlaw, nieuw trimfest. Zoals je ziet is die heel simpel. En dat was eigenlijk ook de bedoeling van dit vest. Er zitten geen D-ringen aan, geen pockets waar je dingen in kunt stoppen. Gewoon heel simpel. Het mooie is dat je hem helemaal naar jezelf kunt instellen. Dus configuratie bepaal je helemaal zelf. En het leuke is dat je ook heel het vest dus uit elkaar kunt halen en zelf dingen kunt toevoegen wat jij dus nodig hebt. En dat is wat ik je nu even ga laten zien. Dit is dus het hele complete trimvest uit elkaar gehaald. Buikbanden, schouderbanden, backplate en het wingetje zelf, de luchtzak. Als eerste gaan we de luchtzak erop monteren. Leg je er zo op. Haal je er doorheen. Hier aan de onderkant kan je het ook nog vastzetten met klittenband. En deze haal je er vervolgens ook doorheen. Stap 1. Je kan hem dus in 27 maten kun je hem instellen, dus ongetwijfeld zit jouw maat er ook bij. Dit is dus stap 1. We hebben de backplate en de luchtzak achterop gedaan. Dan gaan we nu de schouderbanden installeren. Je hebt een heel handig kliksysteem voor de schouderbanden. Je klikt het er zo op. En er kan niks meer mee gebeuren. En je kan het er ook weer heel makkelijk afklikken. Zoals je ziet. En zo klik je hem op. Om hem extra goed vast te zetten, haal je deze nog doorheen. En klik je hem zo vast. Wat heel belangrijk is, er zijn twee verschillende schouderbanden. Deze is natuurlijk voor je ontluchter. Dus je moet even goed opletten dat je die aan de goede kant doet. Die gaat er ook weer op. Doe deze er ook weer in. Klikt hem weer vast. Die netjes opbergen. En de schouderbanden zitten er nu aan vast. Ja. Laatste nog, twee buikbanden. In principe ook weer hetzelfde kliksysteem. Klik je er weer zo op. Er kan niks mee gebeuren. Je trekt hem er dus zo weer af. Zo erop. Deze kant hetzelfde. En het zit hartstikke vast. Het is overigens ook weer gebruik gemaakt van het Rapture System, dat je hem gewoon helemaal aan kunt trekken. Dan heb je hier het complete trimvest. Je kunt hem dus nog uitbreiden, ook met weight pockets, trim weights. Maar een heel simpel, handig vestje.